Goedemiddag dames en heren en welkom weer. Nou, ik had natuurlijk lekker gezegd vorige week van ik mag nog een week met mij. En lekker theorie ook al gedaan. Vorige week had ik de video opgenomen natuurlijk van cultiveren en van het maaisaai. En dat was was vrijdag. Vorige week vrijdag, vandaag is het donderdag de 14e, dus ik heb niet helemaal een week gewacht. Ik hoopte eigenlijk afgelopen weekend op een fikse bui, water, regen, maar dat ging niet door. Wij hebben in de straat is hier nat geweest, ook niet meer als dat. En er is wel een klein beetje water gehad, dus ik hoopte dat het gras een beetje door zou trekken, heeft niet gedaan. Dus helaas. Dus ik heb een andere kant van de weg hier, heb ik wel, ben ook op het huisperceel bij deze. Andere kant van de weg nog wel beregeld, heeft goed geholpen moet ik eerlijk zeggen. Het gras is nog redelijk goed meegekomen, staat lekker fris en groen op. Maar ik ga geen 10 hectare maaien en over 2 weken meer, 15 of zo. Of daar heb ik allemaal geen zin aan. Alles in één keer, alles of niets. Dus, maar hier is dat niet beregeld. Hier staat nog een redelijk mooi gras, niet overdreven. Niet overdreven dik. Het is heel wisselend. Ik heb in contact gehad met de Holweg. Die was hier aan het maaien met de Big End. En zei van moet ik nou schudden? Ja. Moet je nou schudden? Het is een beetje. Het was heel erg wisselend. Nou ja, dat klopt ook. Het is ook heel erg wisselend. Als ik hier nu ben, dan staat wat minder. En als je iets verderop gaat, dan staat er wat meer. Dus zoals gezegd, dus vandaag is donderdag. Volgende week, of morgenmiddag gaan we beginnen met mijn inkuilen. Dat betekent dan wel wat het een en ander al gehard moet hebben om te kunnen inkuilen, uiteraard. Dus schud ik nu een gedeelte. Niet alles, een gedeelte schud ik nu. Morgen vroeg dan gaan we verder met de rest schudden. Ik schud nu een kleine 10 hectare ongeveer. Ja, 10, 12 hectare. En ik heb telefoon. Maar ja, schud maar. Ja, hier stort niet minder dan vlog maar. Ja, goed, ik weet niet meer goed waar ik nou gebleven was met mijn verhaal. Maar in elk geval, ik schud het maar gedeeltelijk. We gaan morgen. Morgen vroeg beginnen we met harken en dan komt mijn neef Jasper, die komt hier net aan de telefoon, die komt hier gaan harken en dan een kameraad van mij Henk, die reed meestal de kuil vast, die gaat morgenochtend eerst de rest schudden van wat er geschud moet worden, maar ik schud lang niet alles, anders krijg ik het allemaal veel te droog, maar ik wil het ook niet te droog hebben natuurlijk. Dus dat is een beetje het plan. En de reden waar ik me nou gemaaid heb. Ja, er is geen water gekomen, dus gras groeit niet verder. Het gaat eigenlijk weer de andere kant op. De beregende perceel, daar staat mooi gras op, moet ik eerlijk zeggen. Niet overdreven dik, we hebben wel eens dikker gemaakt natuurlijk in het voorjaar. Maar goed, wel een mooi pakje gras erop. Het valt mij, moet ik eerlijk zeggen, het valt mij niet tegen. Ik had gedacht dat het er minder zou staan, het valt mij niet tegen. Dus, maar goed, zoals gezegd, we hebben al in het verleden als op de eerste snede al veel meer gemaaid en ook eerder. Is er allemaal klimaatverandering? Nee, natuurlijk niet. Klimaatverandering bestaat wel, maar er wordt niet gedaan door mensen. Ik zat van de week te kijken op mijn Facebook en dan krijg je Facebook stuurt je dan een herinnering. En 6 jaar geleden heb ik op, 12 mei, heb ik de koeien naar binnen gedaan. Die waren toen buiten, die heb ik naar binnen heen gedaan omdat het zo hard regende en ze vonden niet leuk meer buiten. Dus dat was op 12 mei. Er kwam ontzettend veel water en het heeft het hele voorjaar heeft het geregend zwaar. In 2013, toen is Jorg geboren, u kent hem al, de vrolijke boemenventje, die is geboren op 17 juni en toen vroor het s'nachts, die nacht vroor het. Dus klimaatverandering, ik hoor er maar mooi niks van. Het hele CO2-verhaal is allemaal onzin. Maar goed, we hebben er wel meer van doen natuurlijk. En bedacht, nee, we hebben er maar niet meer van doen. We hebben een boel zekers in de wereld die denken dat wij daar meer van doen hebben.
En ja, dames en heren, het is maar waar je geloven wilt. Maar geloof mij nou maar dat er ontzettend veel geld in omgaat. En dat dat de hoofdreden is van de hele klimaatverandering. Maar goed, daar wil ik normaal niet over in, maar dat geloof ik wel. Maar goed, we hebben dus nu wat in Memmo over dat gras. De opbrengst valt mij niet tegen. Wel heel veel wilde haver, of zachte dravik wordt ook genoemd. En als ik rondkijk hier in de buurt, en eigenlijk een beetje door nou, een vrij grote buurt, een beetje hier in de regio, staat er heel veel van die zooi, van die wilde haver. En ja, daar geeft een koe niet zo heel veel melk van. Wel wat, maar niet veel. Ze vindt het ook niet vies. Maar ja, nou ja, veel voederwaren zitten natuurlijk ook niet in. Dus ja, maar, daar kun je maar één ding aan doen, dat is gewoon doodspuiten. En dat is gewoon met Roundup, glyfosaat. En het weer opnieuw inzaaien. Dat is de enige manier om van die zachte draving af te komen. Of van die wilde haver af te komen. En ja, daar is de hele wilde natuurlijk tegen, maar zo moet het wel. Maar ja, ik heb er ook redelijk wat van. Redelijk veel van eigenlijk. Maar goed, ik kan natuurlijk niet in één keer een hectare of 10 op de top zetten en zwart maken. Want ja, nou geen gras over. Nee, niet haast. Ziet u hem nog? Ik hoop dat je hem zag. Het past hier van een haast. Dit is er nou in. Dit gaat er nou in. Hij heeft haast. Een haas met haast. Maar goed, ik ben er aan het schudden met mijn kun. Kun tienerle mens, werkt hartstikke goed, hartstikke fijn machientje. En ik zet jullie even ergens neer en dan... Oh nee, ik hang jullie even buiten het raam. Dat kan ook nog. De drone doet nog steeds niet. Het laatste wat groeit op mijn boerderij, dames en heren, dat zijn huizen. Die twee huizen die daar staan, dat zijn onze nieuwe buren. En die hebben twee prachtige mooie huizen neergezet. En daar maar stond ooit een boerderij. Dus dat zijn het laatste wat groeit op mijn boerderij, dat zijn huizen. Nou, ik denk dat jullie nu zo langzamerhand al genoeg hebben gezien. Ik zou zeggen, like en reageer en abonneer voor meer. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram en let's make farming great again.